Er is een nieuwe klacht ingediend over seksueel misbruik tegen de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. De klacht komt er naar aanleiding van de berichten dat van Geluwe in de jaren 60 één of meerdere misdienaars heeft misbruikt tijdens een sportkamp. Er is inderdaad een aangifte binnengekomen bij de federale politie in Brussel betreffende eventuele bijkomende zedenfeiten die de heer Van Geluwe zou gepleegd hebben. Het procesverbaal is nog niet binnengekomen, maar ik heb daar wel al een contact over gehad met de federale procureur naar wie ik het procesverbaal ga doorsturen, gelet op zijn coördinatietaak en het feit dat het onderzoek dat bij de heer De Trois loopt al gefederaliseerd is.